Dit zijn ze alle 1592. Maar dan heel snel afgespeeld. In de babybijlage van het Eindhovens Dagblad zijn ze op vrijdag 12 februari wat beter te zien. De baby's uit Zuidoost-Brabant. Er waren in totaal 1567 inzendingen, waarvan 23 tweelingen en 1 drieling. Op onze website zijn de baby's nu al te bekijken. Vanaf vrijdag 12 februari kan er via de website gestemd worden op ED Baby, de leukste dus. Stemmen kan tot en met donderdag 18 februari, met behulp van een unieke code die het ED verstrekt aan abonnees en inzenders van een ED Baby. Iedereen kan eenmaal zijn of haar stem uitbrengen. De leukste baby per gemeente wordt op zaterdag 20 februari bekendgemaakt. Daarna gaat de verkiezing verder en wordt de allerleukste baby van de regio gekozen. Wie dat wordt is op zaterdag 27 februari duidelijk. Op ed.nl/baby is meer informatie te vinden over ED Baby.